Ik weet niet of hij weer voor dezelfde move gaat. Nee, hij gaat voor G-Max Cheese Strike. Dat is een andere move. Oh. Dit doet helemaal niks. Jeetje, Slowbro is keihard. De MVP, de man of the match. De beste Pokémon in deze aflevering. Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Nuzlocke video. En waar het tegen B in de vorige video nogal makkelijk ging, zal het vandaag minder makkelijk gaan omdat we tegen deze gast moeten, tegen Raihan. Mijn Slowbro nakte heel B kapot en als je hoopt dat dat weer gebeurt, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's en dan gaan wij nu snel afrekenen met deze Raihan. Althans, laten we het hopen. Ik kan me herinneren dat Raihan veel Fire-type Pokémon had. Ik weet nog dat hij een Turdenader had, dus ik begin maar gewoon met Diggersby in de hoop. Ja, kijk, hij begint met Torkoal, dus dat is lekker. Let's go, Diggersby! Torkoal kent Drought en daarmee is het zonlicht geboren. Oké, ga jij je Fire-type moves nu sterker maken of wat? Ik begin in ieder geval met Earthquake en ik hoop natuurlijk dat ik hem in één keer kapot maak. Maar nee, ik maak hem niet in één keer kapot. En Torkoal begint met Solar Beam. Dat is een probleem, want ja, dat dacht ik al. Die kan die nu gewoon gaan gebruiken, omdat de zon schijnt. Kan die dit in één beurt doen? Ah, oké. Mijn Diggersby overleeft het. Gelukkig. Ik vond dit even spannend, jongens. Oké, Earthquake. Torkoal is in ieder geval down. Zijn eerste Pokémon is weg. En mijn Diggersby heeft het weer net overleefd. Dat gebeurt wel vaker met Diggersby. Dat die dingen net overleeft. Dat is echt al veel vaker gebeurd in deze Nuzlocke. Hij gaat de level omhoog. En nu, Goodra. Oké, dan ga ik even switchen voor Glalie. Want eerst hadden we natuurlijk Grimmsnarl als counter tegen Dragon-types. Ja, en nu hebben we een IJs-Pokémon. En dan ga ik voor IJsfang. Want daarmee kan ik een flinchen of bevriezen. En dat hoop ik natuurlijk dat dat lukt. Het is super effective. Ik heb hem niet geflinched. Ik heb hem ook niet bevroren. En hij doet regendans. Dat betekent dus dat het nu niet meer zonnig is, maar dat het begint te regenen. En ik heb zo'n vermoeden dat hij dat doet omdat hij wateraanvallen wil gaan doen dan. Nou kan ik het natuurlijk laten hagelen, maar ik kan het ook lekker laten gaan. Aangezien ik toch sneller ben. Yeah! Yes! En Goodra is down. Oké, Pokémon nummer 2 van Raihan is weg. Let's do this. Glalie naar level 54. Alles zit nu boven de 100. Dus Glalie, die gaat ook wel lekker hoor. Hij wil Headbutt leren. Dat ga ik even niet doen. En nu, Turdenader. Oké, dan ga ik weer even terug. Dan ga ik weer terug naar Diggersby. Daar is hij weer. Ik vind die oren altijd zo grappig. Dat zijn gewoon twee handen. Hij heeft gewoon extra handen. Nou denk ik dat Turdenader voor Shell Trap gaat. Dat deed die Turdenader namelijk eerder. En daarom gaan wij onze Diggersby gewoon even rustig healen. En hopen dat hij inderdaad voor die Shell Trap gaat. Diggersby is weer vol. Hij gaat voor Sunny Day. Oké, hij wil niet dat het regent. Hij wil dat de zon schijnt. Dit zou wel eens een probleempje kunnen worden. Ik moet dit doen. Ik moet Earthquake doen. Ja, en ik dacht al, hè. Ik dacht al dat dat zijn tactiek zou zijn. Dat hij voor die tactiek zou gaan met Shell Trap. Oh, overleef het alsjeblieft. Alsjeblieft, Diggersby. Overleef dit. Kom op. Don't die on me. Oh, 11 HP over. HP. Dat zegt niks. Max Potion. Opnieuw een Max Potion voor Diggersby. 11 HP, jongens. Hij doet weer Shell Trap. Ja, dat kan hij dus 5 keer doen. Maar als het goed is, kunnen we hem nu gewoon slopen met Earthquake, toch? Want wij doen die move eerst. En als het goed is, is hij dan gewoon down. Earthquake erbovenop. Turdenader weg. Kan hij geen Shell Trap meer doen. Oh, 11 HP, jongens. Ik schrok me kapot. Oh, Diggersby heeft altijd dat geluk. Nu dan, een Flygon. Ja, dan moeten we terug naar Glalie natuurlijk. Glalie heeft moves die 4 keer super effective zijn. Want het is 2 keer super effective tegen Ground. En 2 keer super effective tegen Dragon-types. Ja, ik wilde Ice Fang doen, maar hij doet even Sandstorm. Hij is me voor. Ja, dit blijft wel naar. Want hier hebben wij straks ook last van als we straks tegen zijn Durellodon moeten. En die Durellodon, die heeft dus mijn Grimmsnarl gesloopt, hè jongens. Ik heb echt haat aan die Durellodon. Ik wil echt de ultieme wraak gaan nemen op die Durellodon. Tot nu toe hebben we geen Pokémon verloren. Komt misschien ook omdat dit geen duo battles zijn. Ik heb wel last van de Sandstorm. En dan nu, daar is inderdaad Durellodon. Ja, en dan gaan we natuurlijk Diggersby gebruiken met zijn Ground-type moves. En dan gaan we weer hopen, jongens. Hopen dat Diggersby, dat die gewoon sneller is dan Durellodon. Ah, we gaan zo lekker in deze Nuzlocke Challenge. 3 Pokémon maar verloren. Ik had het nooit verwacht, jongens, dat het zo goed zou gaan. Ah, maar we hebben ook wel gewoon echt geluk met het team. We hebben echt wel een lekker teampie. Oké, jongens. Dynamaxen. Max Quake erbovenop. Ik ben sneller. Yes, ik ben sneller. Ik ben blij dat ik sneller ben. Let's do this, let's do this. Ah, gaan we wraak nemen voor Grimmsnarl. Doe het alsjeblieft, Diggersby.
Avenge your teammate. Bring the storm. Dat is wat Ryan zegt. Bring the storm? Er is al een sandstorm gaande, vriend. Daar is die weer, hoor. Die toren. Oké. Diggersby. Max Quake. Kom op, kom op. Oh, de helft van zijn HP is weg. Die defense is dus echt goed in orde. Mijn special defense gaat omhoog. Hij doet Max Knuckle, dat is physical. Die is ook super effective. Maar hey, ik overleef dit prima, jongens. Lekker. Komt dat door omdat het een sandstorm is of zo? Dat we nu beter beschermd zijn? Opeens heb ik er heel veel vertrouwen in. Oh, daar gaat hij hoor. Ja hoor, we hebben Ryan ook genakt. Lekker, lekker. En weer geen Pokémon verloren. Hoe dan? Oh my gosh. Dit gaat zo lekker. Maar nu ben ik wel een beetje bang, jongens, met wat we nu moeten gaan doen. Want je denkt nu misschien, omdat we deze Ryan boy hebben verslagen, dat we nu naar de finale van de kampioenschappen gaan tegen Leon. Want normaal gesproken zou dat ook nu gaan gebeuren, omdat wij kampioen zijn geworden. En daar is Hoppy om mij succes te wensen. Hij weet alleen niet wie die moet kiezen. Of die voor Leon is of voor mij. Dus we gaan het veld op. En dan denken we, yes! Finale! We gaan klaarstaan voor de battle. Maar dan komt Chairman Rose natuurlijk even het feestje verstoren. Kijk, hij gaat heel Galar kapot maken, joh. Die gek. Doe eens even normaal, joh. Waarom moet dat nou? En waarom moet heel het stadion nou gelijk kapot? Dat is toch nergens voor nodig? En Hoppy die ziet hem wegrennen en die zegt... Ja, we moeten helpen, maar ik weet niet hoe. Kunnen we wel helpen? Kunnen we wel helpen? Tuurlijk kunnen wij helpen. En wij moeten terug naar de Slumbering Wild. En zo zijn we terug in de Slumbering Wild. Waar we de eerste Pokémon mogen vangen die we zien. Ja, kijk eens. Deze Squawfet, die mogen we even vangen. Maar dat is toch weer een nieuw Pokémon in het team, hè? Squawfet, jongens. Hoppakee. Let's go. Kom maar lekker in het Pokéballetje, hoor. Hoppa. Yay, een nieuwe Pokémon die we nooit kunnen gaan gebruiken. Oh, nice. We krijgen allemaal 1 XP, jongens. 1 XP. Oké, let's go. We gaan lekker door. Richting de mist. Richting de sterkere Pokémon. Waaronder deze Corviknight. Ja, dat is dan jammer, hè. Dat we deze Corviknight niet mogen vangen. Want deze had ik wel graag gehad, hoor. Als backup Pokémon. Hij is level 46. Dus die hadden we toch nog ook wel een stukje moeten trainen. Maar kijk, hij overleeft hier gewoon... Mijn Parabolic Charge, jongen. Corviknight is sowieso wel een van de tofste Pokémon. Sowieso hoe die eruit ziet. Een van de tofste Pokémon uit deze nieuwe generatie, vind ik hoor. Het is wel lekker voor de XP trouwens dit. Rillaboom gaat al naar 59. Ja, en dat hebben we ook wel nodig. Eigenlijk moeten we hier gewoon even een klein beetje gaan trainen tegen deze Galarian Beezinkies. Ook echt wel super grappig. Deze Pokémon is natuurlijk geïnspireerd op de industriële revolutie met zijn schoorstenen. Nou, ga je nou Toxic doen? Oh ja, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet tegen mij. Je kan niet Toxic doen tegen mij. Je kan niet Toxic doen tegen Slowbro. Want hij is zelf al een poison type. Dus Toxic comments vandaag, die werken ook niet. Want ja, Slowbro is gewoon... Die veegt ze even van de kaart. Is not effective. Dit is wel even lekker voor de XP'tjes hoor. Ik voel me wel aardig comfortabel. Zo 10 levels sterker dan deze Pokémon hier in het bos. En kijk eens naar die XP die we krijgen. Dat is best wel oké. Nou, oké. Het leek wel oké. Het valt eigenlijk toch wel een beetje tegen. 500 nog wat? Nee. Glalieliolisk gaan wel een level omhoog. En bij een nieuwe battle gaat Diggersby ook een level omhoog. En die wil Hammer Arm leren. Ja, die is wel een stukje sterker dan Brick Break. Maar ik word er wel langzamer van. En het heeft 10% kans om te missen. En dat vind ik altijd eng in een Nuzlocke Challenge. Dus ik denk dat ik Brick Break hou. Ik kon natuurlijk ook doen in plaats van Bulldoze. Misschien dat ik dat beter kunnen doen. Dan kan ik hem altijd nog alsnog leren natuurlijk in het Pokécenter. Het is wel echt super chill nu om deze Slowbro in mijn team te hebben, jongens. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben. Ik ben blij dat we Slowpoke toch hebben gehouden en niet zijn gegaan voor Malamar. Want ik ben nu wel echt heel tevreden over deze Slowbro. En na een nieuwe battle gaat Pursker alweer naar level 58. En zo zijn we toch een klein beetje hier aan het trainen met die Weezinkies. Nou, we moeten wel even ons momentje pakken. Want om straks Eternatus dus natuurlijk te vangen, dan moeten we wel even van goede huizen komen. En we moeten natuurlijk ook nog tegen Leon. En Leon die heeft een level 65 Charizard. En dat gaat ook een probleem zijn. Ik weet nog niet helemaal hoe ik die Charizard aan ga pakken. Dat kan ik niet doen met Rillaboom. Dat kan ik niet doen met Pursker. Dat kan ik ook niet doen met Diggersby, want hij kent Solar Beam. Met die Solar Beam kan hij natuurlijk ook met Diggersby kapot maken. Ja, en Glalie kan natuurlijk ook niet. Dus we moeten die Slowbro straks gaan aanpakken, waarschijnlijk met Slowbro. Ja, dat is waarschijnlijk hoe het gaat zijn.
Of Heliolisk natuurlijk. Kunnen hem ook aanpakken met Heliolisk. Want Heliolisk kent natuurlijk super effective move. Misschien is Heliolisk wel gewoon de juiste man voor die Charizard straks. Alleen Heliolisk kan niet zo goed klappen vangen. Dat is dan weer het probleem van die Pokémon. Wat denken jullie jongens? Laat het in de reacties achter. Wat moet ik gaan doen straks tegen de Charizard van Leon? Mijn halve team kan hem sowieso niet aan. Meer dan de helft van mijn team zelfs niet. Dan gaan we hier nog even deze TM pakken. Phantom Force. Zou iemand die kunnen leren? Ik denk het niet. Nee, heel mijn team kan dat niet leren. Ik heb nu 9 Galarian Weezings genakt. En ook Slowbro gaat nu een level omhoog. Kijk naar die attack en die special attack. Oeh. Lekker hoor. Yo, Hoppy. Hij zegt, wat is er met die mis, man? Het is zelfs nog erger dan de vorige keer. Daar is die, de legendarische Pokémon. Daar zijn ze allebei. Zacian en Zamazenta. Dit blijft altijd weer vet. Ik heb dit nu al 6 keer, 7 keer gezien volgens mij. Maar het blijft tof. And they're gone. Ja, en Sonja, die komt ook gewoon zo ver de bos in, hè? Is Sonja stiekem ook gewoon een trainer? Want ik heb haar nooit zien battelen. Dit is een mysterie. Hoe komt Sonja zo ver alleen het bos in? Zelda vibe. Jongens, ik krijg hier altijd weer Zelda vibes bij. Daar zijn ze, het schild en het zwaard, allebei kapot. Het ziet er niet zo episch uit. Maar we pakken het zwaardje op en Hoppy neemt dan natuurlijk het schildje even mee. En nu moeten we terug naar Hammerlock Stadium om Lee te gaan helpen. En dan gaan we naar de Energy Plant, waar die freaking Chairman Rose is. En Ryan die staat ook al op ons te wachten. Kampioenschappen zijn volledig afgelast. Dat komt later wel een keer. Hop gaat alvast. Oleana vraagt nu aan ons hulp. Want zij denken ook van ja, Chairman Rose is helemaal gek geworden. Hij is bezig om een gigantische Pokémon op te roepen. En dat kan niet zo doorgaan. Dus, we gaan naar boven. Into the Energy Plant. Ja, en daar staat hij. Daar staat Hoppy al. En daar moeten we gaan battelen. Tegen Chairman Rose en al zijn Steel-type Pokémon. Dit wordt lastig. Nu mis ik Grimmsnarl zo hard. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je ook die volgende video wil zien. We zijn bijna bij het einde van deze Nuzlocke Challenge. We zijn er echt bijna. En volg me op Twitch als je me live wil zien gamen. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij die volgende video. Mazzel!